De drie eerste locaties voor de introductiefilmpjes van deelnemers aan het Eurovisie Songfestival zijn bekendgemaakt. In die postkaart worden de kandidaten allemaal met een eigen filmpje voorgesteld. De video's zijn opgenomen bij Vuurtoren Westhoofd in Oudorp, het Evoluon in Eindhoven en bij het Natuurijs van het Friese Nanenwit. Tekst gaat verder onder advertentie. Die laatste werd vrijdag vlak voor de bekendmaking nog opgenomen. Het Evoluon is een discusvormig gebouw, ontworpen door architecten Louis Kalf en Leo de Bever. In totaal zijn er 41 locaties gekozen door de organisatie. Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om alle deelnemende artiesten naar Nederland te laten komen om hun postkaartfilmpjes op te nemen, zoals dat in voorgaande jaren wel het geval was. In het nieuwe concept worden de artiesten digitaal in een tiny house afgebeeld. De inrichting van het huisje zou de artiest omschrijven, maar hoe dat er precies uit gaat zien, is nog niet bekendgemaakt. Begin december riep de organisatie mensen op de mooiste Nederlandse plekjes te kandideren voor die video's. Half december waren er al zo'n 400 locaties geopperd, vooral gelegen in de provincies Zuid-Holland en Drenthe. Zeeland bleef een beetje achter in de aanmeldingen. In totaal zijn er zo'n 750 aanmeldingen geweest, meldt de organisatie. Het Eurovisie Songfestival vindt in mei plaats in Rotterdam. Ahoy. Buzzelets blokkade.